welkom bij de For the Future Highlight Show. Deze week zien we Ajax onder 18 dat het opneemt tegen ADO Den Haag. Donangelo Cornadou met zijn vierde van het seizoen. Ajax onder 15 speelt tegen de leeftijdsgenoten van AZ. Daar is Landvreugd met zijn linker in de bovenhoek. Geweldige goal. Nafairon, Landvreugd en dat verdient de Gritty. En tot slot zien we veel doelpunten bij Ajax onder 14 tegen Spartaan 20 onder 14. Babieker, nummer 8 van Ajax, speelt een uitstekende wedstrijd en dat bekroont hij met een schitterende goal. Ajax onder 18 staat tweede in de competitie met 7 punten achterstand op koploper AZ. Tegenstander ADO Den Haag is de hekkensluiter. In de opstelling van Ajax zien we dat Mark Verkuijl centraal in de verdediging staat. Normaal speelt hij al 6, maar vandaag staat hij naast Dies Jansen. Ajax dus tegen ADO. Nummer 2 van de ranglijst tegen de hekkensluiter. Hier gelijk een overname met Rico Speksnijder. Vandaag aan de zijkant spelend, ook wel eens op 10 te vinden. Voorzet met zijn linkerbeen, een eerste mogelijkheid voor Van der Vaart. Maar de bal gaat er niet in. Geen doelpunt. ADO dan kent dus een lastig seizoen tot dusver. Hier met de voorzet vanaf rechts en die gaat bijna achter Reversson. Was het met een bewustie? Dat is de vraag. Maar hij zat er wel bijna in. O'Neill naar Van der Vaart. Mooie variant. En Rico Speksnijder in het zijnet. Zo zijn er kansen over en weer. In de eerste helft ziet ook Frank Perenboom. Corner van ADO dan. En opnieuw het aluminium. Ziet ook Marciano Vink. ADO weer. En op het dak van het doel. Moet Reversson zich opnieuw strekken. Veel standaard situaties in de eerste helft. Hier Van der Vaart naar Dies Jansen. Maar weer gaat de bal er niet in. En zo is het nog steeds 0-0. Opnieuw een vrije trap dan. Lekker ingedraaid. Kopbal. En nu moet Paul Reversson zich strekken. Goede redding van de doelman van Ajax onder 18. Weer zo'n indraaiende bal. Weer Paul Reversson is boos op de scheidsrechter. Dat het daar zo vol is. Maar Ajax heeft het lastig in die openingsfase. Speksnijder dan naar Van der Vaart uitgeweken naar rechts. Voorzet. Sky Vink heel mooi. Maar ook een goede redding van Sam Eekhout. Lucas Jette. Jongste man aan Ajax zijde. Maar wel captain. Goede dribbel hier. Lage voorzet op Van der Vaart. Maar kan er net geen kracht achter zetten. Bal door het midden. Gevaarlijk. Mark Verkuijl overgenomen. Don O'Neill 1 op 1. Wordt dit dan 1-0? Nee. Overgewipt door Don O'Neill. Corner dan Van der Vaart. Goed aangesneden. Oekwu. Jette naar Dies Jansen. Dan Speksnijder. Die wat tijd voor zichzelf creëert. Voorzet weer met zijn linkerbeen. En dan is het raak. Donangelo Cornadou. Met zijn vierde van het seizoen. Goeie kopbal. Na een net zo goed aangesneden bal. Van Rico Speksnijder. En Eekhout is nu kansloos. Tweede helft dan. Bal opgevangen door Mark Verkuijl. Weer Cornadou met de voorzet naar Speksnijder. Man in de rug doet dit handig. Gerald Alders voorzet en dan is het 2-0. Sky Vink scoorde tegen PSV vorige week op mooie wijze. Deze is iets minder speciaal, maar telt natuurlijk wel. En dan leidt Ajax met 2-0. Houdt wat last, maar kan verder. Ajax op Rozen. Met hier Don O'Neill. Naar Lucas Jette. Voorzet. Maar geen goal. Was Cornadou opnieuw dichtbij.
Verkuil, poging van afstand. Bal blijft hangen, Oekwu. En die baalt, want die had erin gemogen. Precious Oekwu. Goeie opening van Dies Jansen. Vink naar Alders. Gaat de 16 in, wordt neergelegd. En een strafschop. Gele kaart voor de ADO-verdediger. Goeie dribbel van Gerald Alders, de rechter strafschop. En dus kan Konadou aanleggen voor zijn tweede van de wedstrijd. Konadou faalt niet van 11 meter. Laat zijn celebration zien. En dan gaat Ajax deze wedstrijd natuurlijk winnen. Met 3-0. Of wordt het nog meer? Dat gaan we zien. O'Neal, goede actie. Voelt zich vogelvrij aan de linkerkant. Pogingen van afstand. Maar naast. Op zoek naar zijn goal. Hier is hij weer. Don O'Neal. In de 1 tegen 1. Mooie bewegingen. Goede poging. Maar nu gaat de bal voorlangs. Baalt zichtbaar. Dat hij niet op het scorebord staat. Goeie interceptie van Peters ingevallen naar Faberski, de andere invaller. Voorzet, nee, een poging. Maar een goede redding van Eekhout. O'Neal speelt Ebite in, ingevallen voor Konadou. Bal naar Speksnijder en weer Eekhout. Zo krijgt Ajax genoeg kans om de score verder uit te breiden. Maar gaat hij er niet in? En dus blijft het bij 3-0. En wint Ajax met ruime cijfers van ADO Den Haag. Door de overwinning doet Ajax goede zaken. Koploper AZ speelt 2-2 tegen PSV. Daardoor staat het team van Frank Perenboom nog 5 punten achter de Alkmaarders. Ajax onder 15 kent een nog niet al te best seizoen. Na 7 wedstrijden staat het vierde op 4 punten achterstand van de nummer 3 PSV. In de basis bij Ajax zien we Imran Talai. Hij neemt de linksbackpositie in. Verder zien we dat Tim de Koning zijn plekje op 6 inneemt. AZ onder 15 in de aanval in de beginfase. Bal naar de zijkant. Ajax moet achteruit. Goeie steekbal hier. Bal naar de spits van AZ en dan is het gelijk 0-1. Doelpuntenmaker is Donny van der Lijken. Ajax op achterstand. Goeie voorzet. En dan Ajax dat niet goed begint. Hier een fout voor de doelman. Weer van der Lijken. Bal naar de zijkant. En hoe gaat hij er niet in? Wat een kans voor de nummer 7 van AZ. AZ beter in de eerste helft. Hier een goede inspelpaas het middenveld in. Maar Ajax zet goed druk en kan het dan wat terug doen. Daar is Landvreugd met zijn linker in de bovenhoek. Geweldige goal. Navairon Landvreugd. En dat verdient de Gritty. Vrijgespeeld aan de linkerkant. Dribbelt de 16 in en kegelt dan de bal in de verre hoek. Ajax gaat dan door. Navairon Landvreugd. Voorzet met links. Daar is Simeon. Wat geklungel. En bal van de lijn gehaald. Reuze kans voor Ajax om gelijk de achterstand om te buigen. Leuke eerste helft. Weer Nieuwstedt, de nummer 10, naar Semyon. Opnieuw Landvreugd. Trucendoos gaat open, gaat naar binnen nu met zijn rechter. Schot geblokt. Nog steeds Landvreugd. Voorzetje. Nieuwstedt en een blunder van de doelman. En dan is het 2-1 voor Ajax. De nummer 10. Creatieve middenvelder. Nu trefzeker. En Landvreugd met de assist. AZ moet aan de bak om de achterstand om te buigen. Eerste helft nog steeds. Hier diepte gezocht aan de linkerkant. Voorzet naar opnieuw de spits. Maar een uitstekende tackle van Talai. Eerste helft nog steeds. Nu Ajax aan de rechterkant. Het is zoeken. Bal naar randje 16. Rakdou met het schotje. Maar nu kan de keeper van AZ hem wel pakken.
Poging van afstand. Ajax dan in de opbouw. Weer een slordige bal. Kan AZ overnemen. Kans voor AZ voor de gelijkmaker. Maar naast geschoten. Fout van de doelman. Maar niet bestraft. Tweede helft dan. AZ zet druk. Op zoek naar die 2-2. Ajax probeert op te bouwen. Weer een fout van het doelman. Kan AZ hiervan profiteren. Poging van afstand. Maar een corner. Die getrapt wordt vanaf links. Voorzet en die gaat erin. Noor Mohamed met de 2-2. Was in de eerste helft al heel dichtbij een doelpunt. Maar kopt nu binnen. Goed aangesneden trap. En bij de eerste paal is het raak. Gelijke stand. En AZ gaat door. Komt beter in de wedstrijd. Weer Noor Mohamed. Nu vanaf rechts. Voorzet met links. Naar de andere kant. Poging gelijk geschoten. Maar die gaat in het zijnet. Zo dringt AZ aan. En heeft Ajax het lastig in deze boeiende wedstrijd. Duel op het middenveld dan. Bal blijft hangen. Diepte gezocht bij Simeon. Combinatie. Bal naar rechts. Zit hier muziek in. Schot. Maar weer een goede redding van de AZ-doelman. Nu met zijn voeten. Vrije trap dan. Geschoten. Maar uit de kruising geplukt. Poging was van Zakaria Ouazzane. Ajax en AZ beiden op zoek naar de 3-2. AZ dan weer. Goede hakbal. Voorzet vanaf links. Is goed. Weggewerkt. Poging van afstand dan. Jazeker. En op de paal. Wat een uithaal. Maar geen doelpunt. AZ dan durft ook op te bouwen hier in Amsterdam. Bal naar de linksback en dan de diepte gezocht. Kan AZ dit afmaken? Bal naar Noor Mohamed. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. 2-3. Goeie goal. En zijn tweede van de wedstrijd. Noor Mohamed gaat zich kronen tot matchwinner. En daar is de ploeg uit Alkmaar heel blij mee. En dan is het afgelopen. En verliest de ploeg van Frank Korpershoek met 2-3 van AZ. Een nederlaag in de laatste minuut. Daardoor blijft onder 15 op een vierde plek steken. Ajax onder 14 kent een topseizoen. De ploeg van trainer Stan Bijl won 8 van de 9 wedstrijden en staat ruim aan kop in de competitie. Tegenstander Spartaan 20 staat onderaan en wist nog geen punt te pakken. In de basis zien we in de spits Denzel Darko. Hij wordt voorin vergezeld door Jaden Susanna en Ginoa Zandgrond. Ajax onder 14 in de aanval in de beginfase tegen Spartaan. Spartaan haalde nog 0 punten. Ajax 4 bovenaan. Hier aan de rechterkant de voorzet. Nee, eerst de kapbeweging. Bal naar de rand 16 meter. En dan een schot van afstand. En gelijk de openingstreffer. Margoum. Mooie goal van de rechtsback. Mee opgekomen. Haalt uit met zijn verkeerde been. En dan is het raak. Spartaan dan laat zich ook zien in de eerste helft. Hier bal van de lijn gehaald. Eerste poging. Maar ze gaan door. En dan een afstand schotje van de nummer 4. Maar die gaat er ook niet in. Maar zo gezegd. Spartaan bijt van zich af in de beginfase. Hier de spits. Maknak. Sterk in het duel. Ballen naar de linksbuiten. Goed gevoetbald dit. En let dan op. 1-1. Geweldige goal van Gari. Gelijkmaker van de amateurploeg. Goeie paas naar de linkerkant. En dan met zijn linkerbeen de bal geschoten achter Milan Johnson. Tweede helft. Weer Spartaan.
verweert zich goed. Hier opnieuw een kans. Sterker nog, het is 1-2. Maknak had een belangrijke rol bij de gelijkmaker. En scoort nu zelf. En is er dan een stunt in de maak voor de amateurs van Spartaan? Of weet Ajax nog het tij te keren? Hier Akbuga ingevallen. Goede voorzet. En daar is het alweer 2-2. Goede goal van Tatoeg. Goede voorzet van Akbuga. En het is Tatoeg die afmaakt. Ajax gaat dan door. Zet agressief druk. Balverlies aan de rechterkant. Vis naar Tatoeg. Steekbal. En dan eventueel een schietkans voor Ajax. Nee, bal gaat naar de rand van de 16. Voorzet. Bal blijft dan hangen voor Denzel Darko. En het is 3-2. En daar is hij zichtbaar blij mee. Hier in de herhaling. Bal blijft hangen. En het is Darko die scherp genoeg is om die bal af te maken. Ajax wil meer. Hier weer Denzel Darko, buitenkantje schoen naar Akbuga, gaat naar de grond. Is dat een penalty? Jazeker. Goeie bal, buitenkant schoen in de diepte, Akbuga. 1-1 en mag dan zelf gaan aanleggen. In de verhoek is het raak, het is 4-2. En dus draait Ajax het helemaal om. Maar wil het meer hier met Tijmen Vis. Tatoeg, goede actie. Hier naar Vis. Poginkje. Maar de kleine middenvelder krijgt geen kracht achter zijn schot. Babiker. Bal naar de linkerkant. Darko. Mooie bewegingen. Gaat hij zelf? Jazeker! Bal op de paal. Geweldige poging van een van de smaakmakers van het elftal. Maar geen 5-2. Akbuga dan weer. Ajax heeft er zin in. Babiker. Nummer 8 van Ajax speelt een uitstekende wedstrijd. En dat bekroont hij met een schitterende goal. Met zijn linkerbeen haalt hij maar eens uit. En gaat hij schitterend in de verre hoek. 5-2 en Spartaan komt er niet meer aan te pas. Hier de volgende mogelijkheid. Tatoeg, maar een redding van de goalie. Ajax blijft hoog druk zetten. Doet dat goed, ook hier weer. Darko en het is 6-2. Bekroont zijn goede wedstrijd. Met een van de mooiste goals van deze zaterdag. Hier de herhaling. Krult hem schitterend in de bovenhoek. En dus wint Ajax onder 14 met dikke cijfers van Spartaan. En blijven ze ruim aan kop. Opnieuw een overwinning voor de ploeg van Stan Bijl. En door het gelijke spel van AZ verstevigt het team de koppositie. Wil mooie uitslagen op de toekomst, zo wint Ajax onder 16. Beide onder 13 teams en het Ajax vrouwen talententeam. Volgende week zijn er weer mooie wedstrijden voor de jeugd. Zo zien we onder andere een klassieker voor Ajax onder 15 en het Ajax vrouwen talententeam.